Ik woonde met mijn zus. Ik was 14, zij 17,5. Toen mama voor de eerste keer ziek werd. En dan is ze dus een maand opgenomen geweest in het ziekenhuis. Daarna ook nog eens een maand. Dus wij woonden alleen op een appartementje. Twee tienere meisjes in de luchtbouw. En nog geen 18 jaar. Dus we moesten twee bussen nemen om na school, dus het school was gedaan om 4 uur, ging ik naar huis en dan namen wij de bus. Eerst tot in Antwerpen Centrum en dan daarna naar Wilrijk. Dus eerder dat we daar aankwamen was het 6 uur of zo. Dan bleven tot het bezoekuur voorbij was. 8 uur, up, terug die twee bussen op. Maar mijn zus die stapte af in Antwerpen Centrum. Want die ging naar het studentencafé De Alma. En die bleef daar plakken. En dan ben jij 14 en dan jaar. Ben ik 14. En dan bestuur jij je eigen leven. Ja. En waar was vader, Staf? On the road. Maar hij staat daar niet de dag dat jouw moeder overlijdt om te zeggen, meisje, ik ga voor je zorgen. Nee. Ik herinner mij het laatste gesprek met haar op luchtbal. Zaten we aan de keukentafel en dan, dat was ongeveer 3 weken voor haar dood. En toen sprak ze uit dat ze voelde dat ze zou sterven. Maar ik heb dat afgeblokt. Ik kon dat niet aan op dat moment, ja. Ik kon dat gesprek niet aan als 20-jarige. En eigenlijk is dat zo het enige waar ik wel spijt van heb. Omdat zij eigenlijk blijkbaar nood had om daarover te praten. Ze zei van, kijk, het lukt niet meer. En ik denk niet dat ik er nog lang zal zijn. En dan hebben we... Ja. Gehuild. Maar niet gepraat. Dat lukte niet. We zijn dus echt begonnen als schoonmoeder en schoondochter. In theorie zijn we dat al lang niet meer. Maar in ons hart zijn we veel meer geworden dan dat. En dat is wat ik altijd ook in de moeilijke periode die we gehad hebben in ons leven. Maar toch is ze mij blijven steunen. Ze heeft mij nooit laten vallen. En ik denk niet dat er zoveel zijn. Lien. Allee, het is niet onder ons. Je hebt dat perfect gedaan. Perfect. Die kinders, dat bestaan niet meer. Zo wel opgevoed. Nee, niet alleen hun karakter, maar de opvoeding die ze gehad hebben. En ze zijn zo gevoelig en zo attent. Je mocht 4 zijn, maar helemaal alleen. Als er nu iets is waarover je zelden of nooit iets hebt gezegd, is het over jouw vertrek bij VTM. Dat was niet het beste jaar uit mijn leven. Vooral ook omdat dat dus samenviel met dat 50 worden en het abrupte karakter ook van het vertrek. Het is de vrijdag gecommuniceerd en de zondagavond ben ik vertrokken. Ja, omdat er gevraagd was om niet te communiceren, is dat dus in alle stilte gebeurd. Na 25 jaar. Je mocht tegen niemand, je hebt niet tegen collega's mogen zeggen, ik moet weg. Nee. En dan ben ik naar het kluisje gegaan dat we daar allemaal hadden. Ik heb dat leeggemaakt. En ik ben vertrokken. Er zijn veel mensen die hun job verliezen, maar bij mij gebeurde dat openlijk. Dus je moet een stuk door die schaamte. De eerste week is een typische, denk ik, menselijke reflex, een normale reflex. Dat je zoiets hebt van, ik kom in het warenhuis en de mensen... Daar, zeggen, die, daar die ontslagen die, is. Ja, zo voelde dat. Uiteindelijk deed dat met mij iets, zeer zeker. Maar mijn leven houdt niet op, hè. Waar droomde jij van toen je 20 was? Ik heb een dagboek van toen bijgehouden en ik schrok als ik het 2 jaar geleden of zo nog eens teruglas. Ik beschrijf wat ik zie en dat was allemaal dor en kaal. Ja, prikkeldraad, niet geen toegang hebben, niet toegankelijk. Niks, absolute. Niet prettig om terug te lezen.
Dus dromen toen, nee. Maar als ik 14 was, dan droomde ik van een ezel, een paard. Ik heb een boerderij. Ik had twee dromen. Ik wilde filmster worden en boerin. Zou dat meisje gesetteld hebben en getekend hebben voor het leven dat tot vandaag is gedaan? Oh ja. Ik denk het wel. Ik zou hier en daar misschien wel een andere afslag genomen hebben.